Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Felia en ik heb vandaag voor jullie een collective haul. Ik heb wat items geshopt bij de Zara, bij de Bershka, bij Essentiel, bij de Zeeman en ik ben ook bij de Action langs geweest. En ik dacht, ik ga deze allemaal samenvoegen in één video voor jullie. En laten we er maar direct aan beginnen. Allereerst kocht ik bij de Zara één item en dat is deze parfum, de Nude Bouquet Eau de Parfum. Deze was €15,95 en mijn mama en ik vinden de parfums van de Zara altijd wel goed. En dus wij hebben deze meegenomen. Mijn mama heeft nog een andere voor haar eigen ook meegenomen. Ik ga het er eens uithalen. Nee, is het goed? Okay, dus het flesje ziet er zo uit. Het heeft eigenlijk zo wel een marmerachtige look op de dop. Zoals je hier kan zien. Het flesje doet mij een beetje aan Chloe denken, met zo het strikje. En ja, die ruikt echt heel goed. Ik ga niet proberen om die te beschrijven, want ik ben echt slecht in parfums beschrijven. Dus dat ga ik niet doen. Maar dus bij de Zara nam ik deze mee. Next gingen we langs bij de Essentiel. Wij zijn in Leuven geweest bij de Essentiel. En daar heb je de gewone Essentiel winkel en ook een outlet. En wij zijn bij de outlet langs geweest, omdat ik daar eerst ga zien voordat ik naar de originele winkel, ik weet niet hoe je dat zegt, niet outlet winkel ga. En bij de Essentiel outlet heb ik allereerst een sleutelhanger meegedaan en dat is deze. Het heeft een grote gouden sluiting, die dus zo met een clipje open gaat. En er hangen allemaal lintjes aan in verschillende kleuren. In het bordeaux, groen met wit. Wat zo velvetachtige texturen. Dus heel veel verschillende. Zo, kan je het misschien beter zien. Zo, en die vond ik wel tof om aan mijn handtas te hangen. Want ik heb ook een handtas in juist deze kleur. Dus dat leek me wel tof. En als je bij de Essentiel Outlet gaat, staat er ook altijd de originele prijs op. En dan de prijs dat jij betaalt. Dus origineel kostte deze sleutelhanger €35. En wij hebben hem €21 betaald. Voor deze. Verder kocht ik ook nog een sweater bij Essentiel. Deze is van de Disney collectie van Alice in Wonderland. Bij de Essentiel Outlet in Leuven heb ik zo wat uitgerekend dat het eigenlijk een jaar en een half duurt ongeveer. Voordat dus een collectie dat bijvoorbeeld nu in de winkel is, dan in de outlet is. Omdat deze collectie er nu pas hong, had ze gezegd. En die is een jaar en een half geleden uitgekomen. Dus ik denk dat dat ongeveer een soort maatregel is. En dus ik kocht deze sweater. Een mooie dikke stof. Dus ik nam deze sweater mee. En die vind ik echt super mooi. Zit ook heel comfortabel. En deze was oorspronkelijk €145 en in de outlet was hij €87. En dat vind ik al een veel mooiere prijs, want 145 vind ik toch veel. Allee, ik vind dat veel voor een pull en 87 vind ik al dan wat beter. Ze doen nu ook in de Disney dingen van de Muppet Show. Dus misschien dat ik binnen een jaar en een half eens ga kijken of dat er daar soms nog items van te scoren zijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Ook ging ik langs bij de Bershka en daar heb ik ook wat items kunnen scoren. Allereerst deze pull. Dat is een grijze sweater, maar niet echt een dikke stof. Dus zo wat meer zo voor het tussenseizoen ook nog wel. Hij heeft allereerst een hoger kraagje. Zo. Hij is redelijk kort. En dan gaan de armen zo wijder. Wijder. Zo. Voilà. Deze was €19,99. Hele basic sweater, maar perfect om op alles te combineren met leuke accessoires erbij. En dan is uw look al compleet. Verder nam ik in de Bershka ook nog een hele leuke t-shirt mee in het groen. En dat is deze. Allereerst lijkt dat een gewone groene t-shirt, maar de mouwen hebben een heel leuk detail. Het is doorzichtig groen. Met aan de mouwen zo een ruffle detail, wat dan nu helemaal in is. En ook, er is op geborduurd hele mooie bloemetjes. En de doorzichtige stof is ook met stipjes erop. En dat geeft toch wel een
leuke meerwaarde, vond ik. Vanonder is de t-shirt gewoon zo recht afgesneden. Dus daar is niet zo heel veel speciaals aan te zien. Ik vond dat deze t-shirt heel leuk gaf. En dat is toch wel iets specialers. En maakt je outfit ook direct helemaal anders. En deze was ook €19,99. Dus een heel leuk prijsje als je het mij vraagt. Daarnaast kocht ik in de Bershka ook nog één blouseje. En dat is deze. Het is een heel fragiel stofje. Al zeg ik het zelf. Zo. Ja, zo klopt het. Dus het ziet er zo uit. Het is een blauw-groene kleur met allemaal bloemetjes erop. Het heeft een hogere nek. Zo. Niet extreem hoog, maar zo meer tot hier, halverwege in je nek. Allemaal franjes. Ik weet niet of je dat goed kan kunnen zien. Ja, zo kan je het wel zien, denk ik. Allemaal van die frutseltjes dat er rondgaan. En dan op de mouwen is het dus, gaat de print verder. Maar van achter op de mouwen gaan de franjes eigenlijk verder. Dus die beginnen van voor op je mouw en die gaan zo eigenlijk helemaal naar achter. Een superleuk blouseje. En dan van achter sluit het met 3 knoopjes. En gaan de franjes verder. En deze kwam op €27,99. Dan kocht ik in de Bershka nog één item. En dat is een jeans. Een mom jeans. In een lichte kleur. Ik ga hem even zo. En dat is deze. Een hele mooie washing. Dus een hele mooie kleur. Het is een mom fit. Er zitten geen gaten in. Of ja, van die dingen. Ik vind dat niet mooi. Dus ik vind het dan soms moeilijk om van die mom jeans te vinden. Omdat er overal scheuren in zitten. En dat wil ik niet. Dus ik was blij als ik deze zag. En dan kan je hem van onder oprollen als je dat wil. En dan van achter is er ook nergens een scheur. Gewoon een basic jeans als je het mij vraagt. Maar heel leuk om op te combineren. Ik had deze jeans ook gepast samen met alle pulletjes en blouses die ik in de Bershka heb gekocht. En dat ging daar allemaal heel leuk op, dus dat is wel fijn. En deze mom jeans kwam op... Mijn ticket is weg, maar hij kwam op €29,95, als ik het mij goed herinner. Daarna zijn we ook nog eventjes in de Zeeman gepasseerd, omdat ik wat spullen nodig had voor stage. Maar die zijn allemaal al op mijn stageplek, dus die kan ik niet laten zien. En dat was eigenlijk ook niet zo heel interessant. Maar ik heb wel één item meegenomen van de Zeeman. Die eigenlijk niet voor nu is, maar die ga ik mooi inpakken. En die gaat in een doos op zolder voor de dag dat ik ga samenwonen of alleen wonen. Omdat ik dat wel fijn vind om soms zoiets voor mijn uitzet te kopen. En dan later weegt dat zo minder door en heb je al heel veel spullen. Sommigen weten het al, maar ik hou enorm van het hele weeftrend ding voor aan je muur te hangen. Vind ik enorm fijn. En in de Zeeman hebben ze er in het wit, beige en zwart. De zwarte is de grootste, de witte is de kleinste. En ik was aan het twijfelen tussen beige en zwart. Ik ben uiteindelijk voor de beige gegaan. Omdat ik dacht, ja, ik weet niet wat voor kleuren muren mijn huis later gaat hebben. Dus ik dacht, beige is simpel. Als het mij niet aanstaat, dan spuit ik het in een andere kleur of zo. Maar ik vond de beige een hele mooie. En dus dat is deze. Heb ik het langs de juiste kant? Ja, je kunt hem eigenlijk langs twee kanten. Dus je hebt deze kant. Deze is oorspronkelijk, denk ik, de achterkant. En dan heb je deze. En dat is oorspronkelijk de voorkant. En dat zie je wel. Maar in principe kan je ze langs beide kanten. Dus het hangt op een houten stokje met zo'n touwtje eraan dat je kan hangen aan de muur. Zo, helemaal. En dan heb je hier allemaal van die lintjes, dus dat ze allemaal geknoopt hebben. En deze kwam op €9,99 en dat vond ik echt een wauwprijs en dat kon ik niet laten liggen. Last but not least ging ik ook bij de Action langs en daar heb ik ook wat items kunnen scoren en die ga ik jullie nu laten zien. Allereerst heb ik in de Action deze popcorn maker set meegenomen in het rood. Dat is hem ook in het blauw met een gele ster. Maar ik heb het gewoon helemaal in het rood en de rest is doorzichtig. En wat is eigenlijk de bedoeling hiervan? Ik ga hem eventjes openmaken, dan kan je het beter zien. Dus het ziet er zo uit. En het is eigenlijk de bedoeling dat je hier maïs in doet.
ik hem open krijg tenminste. Of ik ga dat moeten vragen naar mijn papa of zo. Direct kopen zou ik zo zeggen. Nee, nee. Het is dus... de bedoeling is dat je hierin je popcorn doet. Dus je maïskorreltjes die in zo van die voorverpakte pakjes zijn bijvoorbeeld, kun je daar gewoon ingooien. Je zet dit in de microgolf, dus met de deksel toe. En dan zet je het op. Er staat op hoe lang dat je het moet opzetten, afhankelijk van het watt van je microgolf. En dan gaat je popcorn eigenlijk hierin poppen en kan je dan het deksel open doen als je het open krijgt en hier gewoon direct uit eten. Ik heb wel niet meer het ticket van de Action, maar ik gok dat deze 2 euro was misschien. Niet meer als 3 euro. Er zit ook nog receptjes in om je popcorn aan te passen. Deze steekt er ook in. Bijvoorbeeld voor peanut style, coconut, apple pie, cheese style, spicy. Hoe dat zit, wat je eigen popcorn kan oppimpen. En dat is ook altijd wel fijn. Het valt misschien op dat elke keer als ik naar de Action ga, neem ik washi-tapes mee. Ik heb daar namelijk een beetje een collectie van. En altijd als ik een toffe nieuwe zie, dan neem ik die ook graag mee. Allereerst nam ik uit de gewone lijn een groen met bordeaux-roze stijl mee. Zo. En deze zijn 79 cent, denk ik. Ja. En dan heb je ook deze in het koper en wit. Met bolletjes en pijltjes. En die zijn dan 10 cent duurder. Ook nam ik ook nog verf mee. Want ik ben student kleuteronderwijs en dan verven we heel veel. Dus deze kleurtjes waren op bij mij. En ik denk dat dat voor een grote bus denk ik €1,75 is. Kocht ik ook nog nieuwe verfborstels. Deze had ik al, maar die waren enorm versleten. Dus ik heb er nieuwe meegenomen. Want ik verf wel enorm veel. Dus die heb ik ook meegenomen. En deze waren max 2 euro, denk ik. Voor mijn gezicht nam ik ook nog facial sheet masks mee. Ik nam er 3 mee. Deze 3. Allereerst ziet de verpakking er al super leuk uit. Ik had deze al in een paar filmpjes voorbij zien komen in shoplops van de Action. En ik dacht, ik moet deze ook eens proberen, want ik doe wel graag 1 keer in de week een maskertje. Dus allereerst heb ik de sheet mask voor uw gezicht te voeden en ook smoother te maken. En dat is deze. Dan heb je ook nog eentje voor het revitaliseren van je huid. En voor je huid rustig te maken. En deze is met blueberries en yoghurt extract. En die vorige was met pomegranate en hyaluronic acid. Ken ik niet. Dus dan heb ik ook nog deze. Zo, en dan als laatste heb ik wit wild rose extract en vitamine C voor uw huid. Dat staat hier in het Engels en ik wil automatisch in het Engels lezen. Voor uw huid natuurlijke glow te geven. En dat is dan deze. Je had er ook nog één voor anti-aging, maar ja, die heb ik niet meegenomen. Daar wacht ik nog wel even mee. Dus ik nam deze 3 mee. En die waren per stuk was het denk ik 80 cent. Ja, 80, 85 cent per stuk ongeveer. Dan nam ik ook nog iets van eten mee. En dat is een red velvet cake. Dat je kan bakken door zo nog een paar items toe te voegen. Bijvoorbeeld slagroom, eieren en mon chou. Nog nooit red velvet cake gegeten. En dat sprak me altijd wel aan, want ik zie dat overal passeren en dat ziet er kei lekker uit. Dus ik dacht, ik ga het eens proberen zelf te maken met deze box. Dus eigenlijk maak ik het niet zelf. Maar ja, als ik het dan niet lust, dat is dan niet erg. Dus het is een bakmix voor een red velvet cake. En die was 2-3 euro, denk ik. Ja. En dan kocht ik ook nog 2-3 dingetjes voor een DIY die op mijn YouTube kanaal gaat komen. En daarvoor kocht ik nageltjes in een set. En dat was 99 cent voor een set. Er zitten er echt veel in. Ik ga ze niet tellen. Maar dus in verschillende groottes, diktes, kleuren, allemaal. Dus deze. En ik kocht ook nog 2 canvasdoeken. 1 in 30 op 40 centimeter. En eentje
40 op 50 centimeter. En deze canvasdoeken ga ik eigenlijk een beetje uit elkaar scheuren, want ik heb vooral de houten frame nodig die je van achter kan zien. En dus het wit ga ik eigenlijk gewoon helemaal kapot scheuren. Want ik ga een eigen loom maken voor te weven, voor een wallweaving te maken. En dus ik ga dat zelf maken met behulp van nageltjes en een canvasdoek die we gaan kapot doen maken. En ik heb twee maten meegenomen omdat ik wel twee soorten wallweavings wil maken. Want als je zo'n loom wilt kopen, een deftig is al rap 60 euro en dat vind ik dan wat veel. Deze, ik denk dat de kleinste 2 euro was en de grootste misschien max 3 euro. Komt me dat veel goedkoper uit en daar ga ik dan een video over maken. Als jullie dat dan ook graag zouden willen doen, komt dat veel goedkoper uit omdat je het zelf moet gaan halen in een winkel bijvoorbeeld. Het waren alle items die ik heb geshopt. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en ik hoop jullie graag te zien in mijn volgende video. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en geef deze video alvast een like als je het fijn vond en see you next time. Bye!